genoeg gehoord van de week tijdens carnaval deze. Ali B en Rampeneren. Een hele goede avond. 6:08. Welkom bij deel 5 van Him voor de Weekend. Rick, goede avond. Een hele goede avond. Het is vandaag een speciale dag. Een hele speciale dag. Er zijn heel veel mensen jarig, eens in de 4 jaar. Dat is op deze dag. Schrikkeldag. En we dachten, nou, we moeten daar iets mee gaan doen. Hè? We gaan gewoon heel cheesy die verschrikkelijke uitzending voortzetten. We gaan allemaal klote muziek draaien, dat soort dingen. Toch? Nou, klote muziek. Het idee was wel om het gewoon een beetje fout te maken en zo. Ja, het is wel, ik vind het wel trouwens wel leuk. Het is een leuke playlist, ook op televisie straks. En we zijn ook op televisie nu te zien. Dus daar kun je meekijken tijdens de uitzending. Klopt. We hebben een gast meegenomen, net als iedere week. En die gast is... Verschrikkelijk. Verschrikkelijk inderdaad. Nee, Bart. Nou, wat een fantastische intro. Dit had ik me niet beter kunnen wensen. Ik was even vergeten dat je hier ook in aanwezig was. Hey Bart. Ja. Hoi, ik ben Bart. En ik ben geen BN'er, maar een TN'er. Een typische Nederlander. Dat klopt wel. Is dat van jou wel een beetje typische Nederlander? Dit is trouwens, ik heb dit wel eens gebruikt, joh, maar dit is al een tijdje geleden dat ik dit heb. Typisch Nederlander. Inderdaad. Zo kun je me wel een beetje omschrijven. Ja, maar waarom? Waarom? Ja, ik probeer altijd zo vrij nuchter mogelijk te zijn. En zoveel mogelijk jezelf zijn, hoe doe je dat? We gaan erachter komen de komende 2 uur. Waar kunnen we jou voor kennen op RN7? Want je bent natuurlijk hier ook lid van de club. Ik doe hier de schoonmaak en... vandaar dat al die kopjes al zo vies zijn. Nee, ik maak een radioprogramma tussen 1 en 4 op zondag. Daar kun je me voor kennen en door de week soms wat invalwerk. Dus. Aha, oké. We hebben wat theorie altijd nodig om jou iets beter te leren kennen. En voor de Weekend staat voor muziek. En daarom vroegen we jou ook om muziek mee te nemen. Ja. 2, 3 liedjes, hè? 3 liedjes is het, Rick. Het zijn 3 liedjes. Ik heb gelijk een vraag erover. Heb jij bij het uitzoeken van die liedjes rekening gehouden met het thema van deze uitzending? Ja, nou ja, het moest toch een beetje fout zijn, toch? Ja, nee, dat was niet per se de bedoeling, maar... ik twijfel een beetje, als dit jouw muzieksmaak is, dan heb ik wel medelijden met je, maar dat is niet lekker. Maar is het echt jouw muzieksmaak wat er nu aan gaat komen? Nee, dit luister ik alleen als ik zeg maar heel dronken ben, ergens rond 5 uur in de ochtend in een kroeg. Dan vind ik dit leuk. Oh, dan heb je nog, de capability om muziek uit te zoeken. Op zo'n moment. Ja. Nou, vind ik knap. Normaal ligt dan al in een struik. Je eerste liedje, wat is dat? Tess met Stupid. Nee. Dat is de laatste. Dat heb ik niet al even geklapt. Het gaat nu alweer verschrikkelijk. Wat is je eerste liedje? Eerste liedje is S Club 7 met Bring It All Back. Ja, waarom heb je die, wat is daarmee? Wat zit je me nou weer uit te lachen? Hij zit me hier gewoon uit te lachen. Klak je toe, meid. Oké. Ja. Maar waarom heb je die? Dit luister ik wel eens, ja. Oké, zullen we even een stukje gaan luisteren? Ja. Sorry, dat is niet de goeie. Nou, kut zeg. Dankjewel. Maar waar hoor je dit dan af en toe voorbij komen? In de kroeg waar je dan hangt? Ja, ja. Oké, en dan ga je daar helemaal los op? Nou, als ik heel dronken ben. Wat voor kroeg is dat? Wat voor kroeg is dat? Dat is gewoon een bruine kroeg. Ik wil een naam. Ik wil een naam, ja. Nee. Dan gaat Rick er ook een keertje heen. bij TomTom. Oh. Oh, echt, ga je daar dan heen en hoor je dat? Nee, ik dacht dat kan. Nee. Ja, een van de vele bruine kroegen die Nijmegen kent. Oh, dat is het toilet van jou. Oké, we gaan even door naar je 2 liedje. Die heb ik net al een klein stukje gehoord. Ja. Maar waarom die? Banger Boys? Ja, ook lekker fout. En dit luister ik ook wel eens. Ja, ik heb er niet echt een reden voor. Ik luister gewoon naar muziek als ik het gewoon lekker vind. Oké, boom, 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 deze. Ja. Ja, mooi man. Hele mooie cynische ondertoon in je stem. Nee, ik vind het wel leuk, want ik zat trouwens die playlist te maken. Toen dacht ik, die kan ik er wel inzetten. Dat is gewoon een lekker feestnummer. Ja. Maar die had jij dus al hierin gebruikt. Dus dacht ik, nou, dat doe ik niet. Dus een compliment daarvoor. En je laatste liedje? Tess met Stupid. Tess met Stupid. Maar welke Tess is dat dan? Van het Junior Songfestival. Rick, ben jij meer van het Songfestival dan ik? Nee, ik denk dat jij er meer van bent.
Ik heb geen idee. Wat ik wel grappig vind, is dat dit nummer... die hoor je de laatste tijd echt best wel vaak in de kroeg ook. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat soort muziek. En ik heb daar echt een hekel aan, want ik vind het zo'n kut nummer. Maar ik wist nooit waarom die populair was en van wie die was. Maar nu weet ik in ieder geval van wie die is. En dan moet jij me nog even vertellen waarom die populair is. Waarom die populair is? Ja, dit is, ja, het blijft gewoon in je oren hangen. Oren hangen, klopt dat? Hangen? Is dat een goed Nederlands? Is een oorbellen, toch? Nee, het is gewoon een oorworm. Ja, hoe noem je zoiets? Ja, een oorworm. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus daarom... nou ja. Ja, trouwens, we hebben die wel een speciale stijl gevonden, toch? Ja, iets meer Emporium, zeg maar. Zo gedraaien. Ja. Test met Stupid en dan een speciale remix. Je hoort wel wat voor iets. Never should have crossed the